Haha, dag reviewvrienden. Hoe is het met jullie? Nou, hier is het oké, maar ik heb een aankondiging te doen. Ik stop ermee. Nee hoor. Ik ga maar denk ik scheren. Ik had een experiment gedaan. Kijk hoe het daar stond. Hè? Want iedere maloot loopt tegenwoordig met een baard. Ik denk, nou, misschien moet ik dat ook maar eens doen. Ik heb een rode snor. Ik heb een rode sik. Ik heb hier alleen niks. En ik heb daar helemaal niks. Dus ik loop volledig voor paal. Oftewel voor lul. Dus ik ga mijn smoel maar eens eventjes dit weekend aanpakken. Totaal een interessante aankondiging. Maar ik denk, een beetje spanning opbouw. Waarom niet? Wat zit er onder het doosje? Wat heeft de Achmedje opgestuurd? Ik heb er zin in. Weekend voor de deur. Je weet me nooit. Het kan altijd gezellig worden. Oh nee. Oh nee. Het wordt niet gezellig. Want alle horeca moet om 5 uur dicht. Want de horeca, dat is het probleem. Echt waar. Echt waar. Echt waar. Toetjes. Alsof het allemaal niet erger kan. Kijk, ook nog een keer chocoladetoetjes. En niet zomaar chocoladetoetjes. Maar van merken repen. Waar ik ook niks mee heb. Ik heb hier een Twix toetje. Ik heb hier een bros toetje. En ik heb hier een Rolo toetje. Ik heb het gevoel dat ik steeds vaker toetjes en chocola opgestuurd krijg. En ik heb toch duidelijk al gezegd dat ik er van bijen niet hou. Maar goed, de show must go on, zoals Elvis Presley altijd zei. Bros. Kijk, daar zitten er 4 in. Dat is dat luchtige chocoladegedoe. Nou, Twix kennen we allemaal. En Rolo, dat is zo'n snoepje met karamel. Karamel, ik ook zo'n ongelooflijke grafhekel aan. Maar goed, nu we er toch zijn. We gaan het gewoon proberen, jongens. Want dit zijn Jans Reviews. En Jans Reviews maak ik voor jullie. Zodat ik hele vieze dingen in mijn waffels prop. Dat ik zeg, dat is niet lekker. Dan hoeven jullie het niet te kopen. Eigenlijk, weet je... Zo... Uit een vrachtwagen dwars door de voordeur. Eigenlijk had je vroeger, had je bij de, had John Coney, lepeltje, een voorproever. En die proefde dan, en als die dan niet binnen 2 minuten dood neerviel, dan kon de koning het ook eten. Dus die proefde het of er gif in zat. Nou, hier zit over het algemeen ook gif in, maar niet zo erg dat je eraan dood gaat. Dus ik ben jullie voorproever. Dus als ik zeg, nou deze is lekker, dan kan je die eten. Als ik zeg, dit is niet te nakken. Hoef je niet meer te kopen. Scheelt geld en een vervelende avond. Het is toch vervelend als je lekker hebt gegeten en daar een heel smerig toetje moet eten. Is waar. Is waar. Goed. Ja. We hebben binnenkort geloof ik weer een lockdown. Dus we hebben alleen nog maar thuis in huis vermaak. Dus laten we gezellig vrolijke toetjes gaan eten. Ik begin maar met de bros. Want dat is een luchtig toetje. Chocolademoes. Ja, het is niet anders. Maar... Laat het gewoon maar proberen. Kijk, hier is gewoon chocoladehoes. Een hele luchtige chocolademoes met harde stukjes chocolade erin. Want dat is dus wat je hier ziet, die streepjes. Dat zijn eigenlijk harde stukjes chocolade. Is lekker? Eigenlijk wel. Het is een beetje... Ja, het is een beetje erg luchtig, hè. Chocolademousse, maar er is niks vies aan. Het is ook niet heel lekker. Het is, ja, bros is er dan. Nou ja, als stond er geen merk op, dan had je het ook geloofd. Want het is niet hele hoge kwaliteit chocolademousse, maar het is eigenlijk gewoon prima te doen. Ja, ja, je kan eigenlijk niet over zeuren. Prima chocolademousse hier van bros. Het volgende chocoladetoetje van een merk is Rolo. Ja, dat zijn die snoepies. Die, snoepies, dat zijn, hoe noem je dat? Ja, daar zitten dus van die chocoladedingetjes in met karamel. Ja, ik hou er niet van, maar dat had je al verwacht. Kijk, dit ziet eruit als een pot muurverf. Ja, ik kan er niks anders voor zeggen. We gaan het gewoon maar doen. Ja, nou kijk maar, hier, daar heb je het al. Karamelblubber. Hele dikke. Hele dikke chocolade, nou ja, die kan je niet eens moes noemen. Het is meer een soort chocolade stopverf. Wat dan nog luchtig is hier. Het is ook een heel zwaar toetje.
Dus die chocolade. Ja, smaakt helemaal niet naar chocolade. Die smaakt heel vies. Getverdemme. Hè? Wat is dat nou voor rare smaak? Het heeft niets met chocolade te maken. Zo'n bittere meuk. Alsof je met je tong in iemands oor zit te roeren. En dan heb je hier dus die karameltroep. Daar hebben ze eigenlijk hetzelfde soort bagger van gemaakt. Dus het is een soort chocolade-karamelbagger. En die karamelbagger... Oh, die smaakt verschrikkelijk naar karamel. Dit is echt het meest kotsopwekkende toetje wat ik in mijn hele leven heb gehad, zeg, van Rolo. Niks is lekker. Die chocola is niet lekker. Die karamel is niet lekker. Het is kotsopwekkende braakneigingen. Ik moet echt bijna spugen. Gadverdamme. Jezus, wat is dat vies, zeg. Getverdemme. Nou, als je echt een pestpeurzekel aan iemand hebt, dan moet je hem even een Rolo-toetje geven. Nou, dat andere, ik heb er nog eentje, maar die gaat gewoon zo pop de prullenbak in. Getverdikke. Ik moet echt bijna koren, joh. Gadverdamme. Oh, wat is die vies, zeg. Wat zit daarin voor gif? Dit moet verboden worden. Dit moet van de markt gehaald worden. Dit kan echt niet. Ik krijg er hoofdpijn van. Maar goed, bedenk goed wat je met je laatste rollen doet. Wegflikkeren, dat is niet te nakken. Maar we hebben er nog één. Want we kunnen hier nu wel zeggen, aardig, smerig. Nou, laat het maar zitten. Maar zo zijn we niet bij Jans Reviews. We maken af waar we aan begonnen zijn. Wat dit met Twix te maken heeft, dat mag Jozef weten. Want wat is die witte bagger dan? Er zit helemaal geen witte bagger in Twix. Of ga je me vertellen dat het Twix-effect dit verhaal is? Hier, dit. Nu had ik laatst toetjes geproefd. Nou, laatst, maanden geleden. Dat heette hoekjes. En er zat dus ook, net zoals hier, van die rotzooi in een hoekje. En daar ben ik dan heel moeilijk met een labeltje uit gaan halen. En toen kreeg ik commentaar van mensen. Die zeiden, Jan, ben je nou een totale idioot of niet? Want er zit, kijk maar, hier een vouwlijn in het bakje. En dan kan je zo, hoepenfloepie. Handig, hè? Goed, hier zit dus nog op het labeltje van dat Rolo-spul. En dat weiger ik nog in mijn mond te krijgen. Normaal, en dat hebben jullie heus wel gemerkt, heb ik niet zo heel veel moeite met dingen in mijn bakjes te douwen. Zelfs als ik zeg dat ik het niet echt lekker vind, dan vreek ik het alsnog op. Misschien een beetje fraatzucht. Ik weet niet waar het vandaan komt. Eigenlijk weet ik wel waar het vandaan komt. Ik ben... 2,5 week te laat geboren. Ik was helemaal uitgedroogd. Ze hebben mij en mijn moeder moeten snijden. Omdat ik was helemaal uitgedroogd. Dus ik had niks meer te eten en drinken. En ik denk dat het daar vandaan komt. Dat ik zoveel eet en drink. Dus het is uitlegbaar. Het is een trauma van vroeger. Een Twix-toetje. Wat dit met Twix te maken heeft. Dat weet ik dus niet. Want wat heeft dit nou met Twix te maken? In Twix... zit naar mijn mening een stukje koek van die gore karamel en dan een laagje melkchocolade en dan is het klaar. Wat het met, een soort bankplaksel, witte meuk te maken heeft, weet ik niet. Maar we gaan wel proeven, hè? Gadverdamme. Dit zag ik even niet aankomen, die... Het is een soort citroenyoghurt. Citroenyoghurt. Waar je dan van die chocoladeballetjes met koek in flikkert. Wat is dit nou weer voor een wanproduct? Yoghurt met karamelsaus. Oh. En biscuitjes omhuld met melkchocolade. En stukjes gekarameliseerde suiker. Die citroenyoghurt is zo zuur als de pest. Er zit geen citroen in. Er zit karamel in. Nou, daar hoef ik niet te vertellen wat ik ervan vind, maar... als die yoghurt toch ergens niet naar smaakt, is het karamel. Als die yoghurt wel ergens naar smaakt, is het heel erg zuur. Verschrikkelijk zuur. Azijn bijvoorbeeld, of citroen...
Of batterijen. Maar het heeft weinig weg van karamel. Het is overigens wel heel erg vies. En om er dan ook nog gekarameliseerde suikerbiscuitjes in te sodemieteren, daar maak ik niet beter mee. Nee, dit is echt heel erg ranzig. Hoe verzin je het? Hoe verzin je het? Drie toetjes van reepmerken. De Twix, de Rolo en de Bros. Totaal ontevreden en verdrietig ben ik geworden. Dit is... ik denk dat je dit categorie A wapen mag zien. Hier kan je mensen mee doden. Dit is belachelijk product. En dit gaat wel. Tijd voor de cijfertjes en de cijfertjes worden de slachting. Oh, ik ben echt serieus bezig om mijn maaginhoud gewoon in mijn maag te houden. Huh, wat een gedoe. Tijd voor de cijfertjes, jongens. Het is verschrikkelijk. Ik heb hoofdpijn. Ik weet niet of je hoofdpijn kan krijgen van een vies toetje. Maar het is mij zojuist gelukt. Het Rolo toetje. Ik ga het even laten zien. Dat ziet er zo uit. Dit is levensgevaarlijk. Dit is zo vies. Dit geeft je ergste vijand niet. Nou, je moet echt een bloedhekel aan iemand hebben. Je moet echt iemand echt van binnen kapot willen maken. Dan moet je hem een Rolo toetje geven. Dat dit ooit op de markt is gekomen en goedgekeurd. Het is een schande. Dit is zo godverdomme vies. Die krijgt van mij een 1. Ik weet niet of ik ooit wel eens een 1 heb gegeven. Ik denk het niet. Meestal geef ik dan nog een 2. Omdat ik denk, ja, de mensen doen toch hun best. Nou, de mensen die het Rolo toetje hebben gemaakt, hebben niet hun best gedaan. Nou, misschien hebben ze wel het best gedaan om het meest verschrikkelijk smerige toetje ooit te maken. Dat is wel gelukt. Gefeliciteerd. Nou, de Twix toetje slaat nergens op. Dus ik weet niet helemaal, maar als ik dan een Twix toetje zou maken, zou ik in ieder geval iets maken wat te maken heeft met Twix. Niet met de ongelooflijke zure karameljoghurt, wat niet naar karamel smaakt, maar een zure hut. En dan die vieze koekjes erin, wat ook niet in de buurt van een Twix, want een Twix is niet eens zo heel erg vies. Al hou ik natuurlijk niet van die melkchocolade karamel. Maar wat ze hiervan hebben gemaakt is wel heel erg vies. Yoghurt vies, koekjes vies, hartstikke vies. Krijg gewoon een 3. Gewoon smeren, niet te nakken. Nee, ja. Het Bros chocolademoesje is, normaal. Gewoon een flauw chocolademoesje. Daardoor niet vervelend. Het is best wel lekker. Ja, het is niet zo heel interessant. Het is niet dat je een hapje neemt en denk je, godverdikke zeg. Oh, jeetje. Nou, dat is me toch ook een toet. Nee, dat denk je niet. Je neemt een hapje en denk je, ja. Chocolademoesje, een beetje luchtig, het zal wel. Totaal interessant hapje. Maar goed, vergeleken met dit, eigenlijk uitstekend. Maar als je het sec bekijkt, is er gewoon heel weinig aan. Het is een zesje, klein zesje. Hakken over een slootoetje. Ja jongens, ik zeg altijd maar zo, je kan beter na het eten gewoon een kopje koffie en een knipoogje nemen. Dan sluit je de boel een stuk prettiger af dan met dit soort gatvergeme smerige bende. Ja, mooi, prettig weekend. Dag vrienden, en tot volgende week. Ik ben niet zo zeg, bro.